Ik heb een stukje bitterbal in mijn keel. Waar eet je bitterballen? Ik heb stiekem net een bitterbal genomen. Ja, maar het is hartstikke vroeg, man, in de ochtend als we dit opnemen. Ja. En dan zit je al aan de bitterballen. Ja. Zeker, sport een beetje. Dag dames en heren, maar vooral jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij deze bijzondere uitzending van Doordek. U ziet ook wie hier toch een klein beetje centraal staat vandaag in deze uitzending. Dat heeft niets met de Vagina-weken te maken. Het heeft meer te maken met het feit dat het misschien wel een van de grootste fans van Johan is. Maar ook omgekeerd, Loretta Schrijver, toch Johan? Ik heb een hele goede band met Loretta, ja. Ja. Wij kunnen elkaar 3 maanden niet zien en je komt elkaar tegen en er is meteen weer chemie tussen ons. Wat ik met jou totaal niet heb, dat heb ik vooral met Loretta wel. Ja, maar dat is iets spiritueels, klaarblijkelijk ook. Dat heet, het gaat dieper ook. Ja, ja, maar daar heb je 2 warme mensen voor nodig. Maar is dat dan ook zo dat je... Dit vind je leuk, hè? Ja, dat vind je leuk. Humor om te lachen. Ja. Maar is het om, Wilfred van. Maar is het dan ook zo dat je eigenlijk niets hoeft te zeggen, dat je toch begrijpt van elkaar wat je bedoelt? Is dat het dan een beetje? Ja, ik voelde al weken geleden aankomen... dat Loretta een vaginaweek zou organiseren. Dat wist jij gewoon. Nee, dat voelde ik. Ja. Onderbuikgevoelens. Dus dat hoeft zij jou niet te vertellen? Nee. Maar dat is dat gevoel, hè? Ja. Die chemie, dat bestaat. Maar alsof een broer en zus zijn. Sorry, als je er zo ziet, dan weet je ook nu waar ze aan zitten denken op dit moment. Nou, nu kijkt ze een beetje ondeugend. Ja? Ja, nu kijkt ze zo van, ik zit met Johan in de sauna. Die blik heeft ze. Broer en zus, zeg je net nog. Ja, maar broer en zus mochten van naar de sauna. Oh ja, dat is waar inderdaad, ja. Nee, maar jij denkt meteen wel aan sauna's, meer dingen natuurlijk. Nou, ja, maar jij mocht gewoon hele fatsoenlijke sauna's, waar je lekker uit kunt zweten. Ja. Wanneer zat jij voor het laatst in de sauna dan? Dat is lang geleden. Ja. Dat was op Schiermonnikoog ben ik nog naar de sauna geweest, ja. Met wie? Nou, dat was in een of ander... Ja, ik weet niet hoe het heette. Nee. Maar het was aan die weg, de Badweg heet de dat. De Badweg, ja, die kom je er vaak tegen, ja. Oh, je kent het? Nou en, ja, er is maar 1 badweg daar dus. En dan bij dat prachtige café en dan gingen we met z'n allen, met zo'n heel groepje naar de sauna. Met een heel groepje naar de sauna? Ja, ja, die allemaal daar op vakantie waren, ja. Hoe lang is dat geleden dan? Nou, dat is wel een tijdje geleden, ja. Dat maar, 10, 20, 30 jaar? Nou, dat is al een jaar of 25 geleden. Ja, is dat zo? Ja, maar toen heb ik wel lekker uitgezweet, hoor. Ja, toen was het lekker. En daarna ben je... De... In dat huis dat ik een rollo gekocht had, ja. Daar zat ook een sauna in. Ja, met dat zwembad, die? Ja, daar zat ook een sauna in. Maar die heb je niet meer. Maar René heeft een huissauna en René gaat er ook steeds in. Hè. Die gaat s'avonds lekker in een saunaatje en als hij dan uit de sauna komt, neemt hij een whiskietje en dan slaapt hij lekker. Maar René heeft ook zo'n bubbelbad. En dan drukt hij een knopje op de muur en dan komt er een tv naar buiten. Ja. Maar dat soort luxe, dat interesseert mij niet. Ik probeer nog mensen voor te stellen. Die hebben dan een week doordekken moeten missen. Want dat was er vorige week niet, omdat jij 2 pilletjes had genomen. Dit is inside information. Ja. Dat vinden de mensen leuk. Ja. Hoe woont René van de Gijp? Denk je dat ze dat echt leuk vinden? Ja, vinden ze leuk. Maar dat nieuwe huis wat je straks daar dan in Gollo gaat... Nee, wat was Gollo, toch? Ja. Ja. We wonen, daar kunnen we ook een keer langs komen. Ja, dat wordt dadelijk open huis. Vooral als het dak eraf is. Want er moet een dak op. Echt waar? Dak. Ja, nieuw dak. Oh, dat kost niks, gelukkig. Nee, tonnetje. Ja, nee, dat krijg je dan inderdaad, dat soort dingen. Maar ondertussen, hè, willen de mensen ook jouw visie weer weten op het leven. Maar met name ook op voetbal. En dan is het dus maar morgen... Ik combineer dat heel makkelijk. Ja. Inhoudelijk en human interest. Ja, dat is die warme kant dan van jou. Ik heb een stukje bitterbal in mijn keel. Waar eet je bitterballen? Ik heb stiekem net een bitterbal genomen. Ja, maar het is hartstikke vroeg, man, in de ochtend als we dit opnemen. Ja. En dan zit je al aan de bitterballen. Ja. Zeker, sport een beetje. Maar even de wedstrijd van morgen. Ajax. Lacazette er niet bij. Tolisso waarschijnlijk niet bij. Lyon niet in topvorm. Ik hoop. Lekker bezig. Ik hoop dat Ajax in de Schalke vorm is. De thuiswedstrijd. Ja, en dan kunnen ze ook van Lyon winnen. En dan kunnen ze zomaar in de finale komen. En dan wordt het ondenkbare gerealiseerd. Want we hebben met onze wijsneuzerige tekst aan die tafel hebben we al jaren geroepen. Je staat iets te veel voor de uitgang. Zo lijkt het net of je weg wil lopen. We kunnen beter voor Loretta gaan. Dat is niet zo ver van de waarheid, moet ik zeggen. Oh, okay. Maar we hebben steeds geroepen, dat kan niet meer in Nederland. Want dat is een kwestie van geld om nog een Europa Cup te winnen. Voor de Champions League kun je daar ook wel van uitgaan. Precies. Ja. Maar ik vind het al een wereldprestatie als Ajax dus in de finale komt van de Europa League. Ja. En je weet het, je moet winnen om door te gaan. Ja. Nee, maar kijk hier. Daar hangt hij gewoon. Hè? Ja. Dat zijn even van die wijsheden. Daar kijk je even op. Van hè? Louis van Gaal deze? Nee, Steve McClaren. Oh, en die dan? Die is ook van Steve McClaren. Je moet schieten om te scoren. Ik denk die van Johan is, toch? Of niet? Die is van Johan. Ja. En deze is dan van... Oh ja, dit is ook van Steve McClaren. 2 helften zijn nooit hetzelfde. 2 wedstrijden ook niet.
Heeft die man daar problemen mee gehad, juridisch? ja, daar zijn zaken op uitgekomen. Maar goed, jij denkt dat het ondenkbaar mogelijk is. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor het Nederlands voetbal. En daarmee zou Peter Bos dan toch een goed seizoen hebben gedraaid. En een uitstekende coach. Nee, maar daar redt hij een seizoen mee. Want Ajax zonder één prijs, dat kan niet. Dat accepteren ze daar niet. Dan krijg je meteen onrust. En Peter Bos heeft het natuurlijk, die is steeds beter gaan doen. Want ik heb wel vertrouwen in de coach Peter Bos. Maar die heeft in het begin natuurlijk onnodig wat dingen, wat puntjes verspeeld. Omdat hij het per se anders wilde doen dan zijn voorganger. Maar als hij nou iets gematigder was geweest in het begin, dan had hij niet zoveel punten verspild eigenlijk, die nu tekort komt. Want met dit Ajax had hij gewoon maar kampioen kunnen worden. Ja, dat zijn wel weer uitspraken, Johan. Maar tegelijkertijd, ja, zeker. Hij moest even het elftal Ik verwacht echt een aanbieding van Ziggo. Nee, maar je moet zo'n elftal eerst ook even zien te vormen natuurlijk. En het is het elftal draaide niet zo slecht, hoor. Die waren 4 keer kampioen van Nederland geworden toen Peter kwam. Dat jaren natuurlijk niet, hè. De laatste jaren natuurlijk. Nee. Dus toen was het op een gegeven moment even PSV. Ja, dus daarom waren ze op een gegeven moment ook klaar met... Is de familie van je of zo, die Bos? Nee, absoluut niet zo. Ah, oké. Want? Nee, maar je zit plotseling bij de particuliere advocaat van Bos, hè? Nee, ik ben gewoon de advocaat van de duivel. Dat ben ik altijd. Dit is mijn enige rol die ik heb. Ik probeer altijd gewoon het objectieve erin. Een goed betaalde rol, hè? Ja, ik probeer een beetje dat objectieve journalistiek erin te brengen enzovoort. Ja. Maar heb je wel eens leuke dingen gedaan met Loretta? Dat je ergens naartoe bent geweest met de rol? Nou, dat klopt. De laatste uitstapje waar wij samen gemaakt hebben is naar het Drents Museum in Assen. Dus echt waar? Ja, zeker. Wij zijn daar een hele dag geweest. Want zij heeft op zaterdagochtend, ik heb dat nog nooit gezien trouwens, heeft zij een speciale koffietijd. Dan bezoekt ze met iemand een museum. En dat was toen de QB in de Blissers Museum, in Drents Museum. Wat trouwens een heel mooi museum is, waar ze ook hele goede exposities hebben. En toen zijn wij daar. Kun je ook lekkere koffie en thee en dat soort dingen krijgen, of niet? Jazeker. Oké. Okay. Dat is prachtig, hoor. Ja. Maar toen ben ik daar een hele dag met Loretta geweest en... is fun. Lach hier, brullen. Ja. We hebben echt heel veel plezier. We hebben ook hetzelfde gevoel voor humor. Niet dat platte wat jij hebt, maar echt humor. Ja. Humor met een hoofdletter H. Ja. En dat zijn echt fantastische dagen, zijn dat. Ja. Dan loop je een beetje dartelend. Nou, ik ken haar man ook. Ja, dat is helemaal geen leuke man. Nee, ze hebben geen leuke man. Die waren, joh. Ik ken dat man wel, dat is een oude AZ-supporter. Ja, maar heeft hij ook humor met een grote H? Jazeker. Ja? Jazeker, en een snor. Echt waar? Ja. Zijn er meer mensen met dit soort dingen? Ja. Er zijn meer mensen met smaak en stijl. Dat klopt. Dan hebben we nog even de Champions League. Jij zegt Real Madrid door en Monaco dood. Ik hoop dat Monaco wint. Want dat is morgen voor de duidelijkheid. Vanavond is al Real, hè? Ja, maar dat is dus eigenlijk mijn favoriete club. En ik vind het zo leuk dat er een nieuwe topclub opstaat. Want het gaat altijd Real, Juventus, Barcelona, Bayern München. En nu is plotseling Monaco. En ik vind dat Monaco heeft zo'n... Je zit niet te luisteren. Nee, ik zit je dwaalt af. Er zijn allemaal mensen aan het opruimen hier. Maar ga door, ja? Ja, die ruimen ook vroeg op, hè, 's ochtends. Zeker vroeg, man. Ja. Het is 8:30, man. Monaco die zet echt iets neer met jonge spelers. Verrassend voetbal. Ja. Leuk om naar te kijken. Jammer dat in dat prachtige stadion nooit iemand zit. Nee. Ja, bij hele erg grote wedstrijden genodigden. Maar supporters hebben ze helemaal niet. De vorst van Monaco, die trouwens steeds achter de schoutjes die zit er als een soort sheik. Nou, die is ondeugend. Ja, die had laatst op allemaal deuren staan. En als je hem op de foto ziet, dan lijkt het zo'n dode diender. Ja, maar hij had vroeger alleen maar steeds weer nieuwe vriendinnen. Hij heeft buitenechtelijke kinderen, heeft overal kinderen verwekt. En nu stond hij met allemaal op deuren te slaan van Mexicaanse actrices en zo met heel veel drank op. Ja, nou, dat kan me nog herinneren. Vroeger, als wij met de journalisten gingen wij naar het buitenland, en dan had je Marlies, dat was de reislijster. Ja. En ik was meestal de coördinator voor NSP-zaak, Nederlandse sportpers. Ja, daar was jij goed in. Dan verdeelde ik de perskaart en dat regelde ik met Marlies. Ja. Altijd een organisator in me gezeten, leider. Ja, en ik weet wel, ook en zo. Maar en toen werd ik altijd 's nachts gebeld door Marlies. Van, kun je even door de gang lopen, want hij staat weer op mijn deur te bonzen. Er was een bekende Nederlandse presentator. Ik zeg Kees Jansma. Nee, ik noem geen namen. Okay. Maar die stond dan op haar deur te bonzen. Ja. En dan riep ze dat ze daar niet van gediend was. Welke naam noemde ze dan? Nee, en dan sprak je bijna, hè? Sprak hij de wijze woorden van... Je zegt nee, maar ik hoor aan je stem dat je ja bedoelt.
Ja. En die moest jij dan met zachte hand weer... Dan moest ik weer door de gang lopen en zeg... kom op, Kees, naar je kamer. Nee, dit is een grapje, want dat zou nodig zijn met Kees. Het was Kees niet. Nee, het was Kees niet. Het was Kees niet. Nee, maar dat weet toch elke keer als we Kees zeggen... weet toch iedereen dat het Kees niet is? Nee, precies. Kees was nooit mee. Nee, maar we moeten altijd lachen om Kees. Maar het was Kees niet. Maar het had Kees kunnen zijn. Ja, omdat hij er wel was. Nee, maar Kees is ook van deze wijsheden. Ja. En dan zeg ik altijd tegen mevrouw, als ik dan vanavond kom... je zegt nee, maar ik hoor aan je stem dat je ja bedoelt. Ja. En dan? He? Dan gebeurt er ook wat. Dan toch? Blijft het nee. Oké. Okay. Nou wordt dit de dinsdagochtend, is inderdaad 8:55 inmiddels. Het is hartstikke vroeg. Ja, het dan was wel vroeg de wekker af. Ja, dat was echt pittig vandaag. Maar dan wordt dit uitgezonden in de middag, in de avond. En dan zou het zo kunnen zijn dat misschien tegen die tijd Dick Advocaat op bondscoach is. Hoe groot acht jij die kans? Nou ja, een alternatief is er niet. Die kans acht ik heel groot. En als ze nou verstandig zijn, dan geven ze Dick Advocaat een heel normaal salaris. Dat gaan ze niet doen, anders doet hij het niet. Dus nee, het gaat maar niet door. Als je nou maar even uit laat praten... Nee, maar het heeft geen nut wat je nou gaat zeggen. Nou, het gaat niet gebeuren. Dus je kan het wel gaan zeggen, dus het heeft geen nut dit. Mag ik het toch zeggen? Zeg het maar, het heeft toch geen nut. Een normaal salaris en een hele vette bonus als hij het haalt. Dan mag hij voor mij echt een waanzinnig bedrag krijgen. Wat mag je hebben dan? 2 miljoen. 2 miljoen voor jou? Dat is echt veel, hè? Ja, dat is heel veel. Maar dat verdient hij zelf terug namelijk. En de KNVB ook. En ik denk dat alle Nederlandse supermarkten, reisorganisaties... dat die graag meebetalen aan die bonus van 2 miljoen. Want het is namelijk dat denk ik ook. Alleen een ik denk... waanzinnige opdracht die hij krijgt. Maar denk je niet dat Dick bij zichzelf denkt van... ja, dat risico ga ik niet nemen. Ik wil gewoon zeker van mijn geld zijn. Dickie kennen. Dat hij gewoon zegt, geef mij nou gewoon nu 2 miljoen. Als ik het haal, nou ja, nog eens 2 miljoen. Als Henk ten Kaarte 50.000 salaris per maand... Nee, 500 volgens mij, toch? Ja. Nee, 50 salaris en 500.000 bonus. Oh, oké. Okay. Dan kan Dick die verhouding toch iets anders leggen. Maar ik denk dat de bonus de doorslag moet geven. Want als hij het niet haalt, ja, dan hebben wij niks aan hem gehad. Nee. En dat moet Dick ook zelf begrijpen, vind ik. Dat is een beetje de Amerikaanse methode. Zo werken ze daar, hè. Als je het lukt, jongen, dan krijg je de hoofdprijs. Ja, maar Dick kennende? Ik weet het niet. En Dick heeft wel in Amerika gewerkt, daar was hij succesvol. Ja, maar Dick laat natuurlijk alles doen door Rob Jansen. Dick die bemoeit zich waarschijnlijk niet eens met de onderhandelingen. Nee. En daar is Rob Jansen wel toevertrouwd. Ja. Hé, dat was hem. Het was hem? Ja? Wil je nog iets zeggen tegen de jeugd? Nee, nou, ik wil alleen zeggen dat we volgende week weer zijn. Ik hoop niet zo vroeg. Nee, het was erg want vroeg, we zijn voor jullie nu wel erg vroeg ons bed uitgekomen. Ja. Het is nog donker buiten. Ja. Maar we doen het met liefde. Ja, dus volgende week weer. Met een topshow natuurlijk voor de jeugdige kijkers. Doordekken hier op de app. En ja, nee, niet op ik tv. Ik voel me altijd net gekke app. Ja, voel je dat gekke appie? Ja, gekke appie. Op de appie. Ja. Tot volgende week. Dag.